Met het opengaan van de horeca heeft Valkenburg de landelijke primeur. Om 10:00 vanochtend waren er dan ook meer journalisten dan gasten. De media-aandacht is zeer welkom voor de boodschap die wordt uitgedragen. We hebben ons ongenoegen kenbaar te maken dat het eigenlijk ons laatste tandvlees lopen als het ware. Hoe belangrijk is het dat de ondernemers de steun voelen van het publiek? Ik denk heel erg belangrijk, alle kleine beetjes helpen. Je kunt niet alles zomaar iedere winter op slot gooien. Dat redden ondernemers niet. Na de rustige opstart wordt het snel drukker. Het mooie weer helpt erbij een handje. Dit moet gewoon, laten we het zo zeggen. Dit is gewoon waar we het weer voor moeten gaan doen. Gewoon weer lekker positief en heerlijk gewoon je gasten weer verwennen. Ook de niet-essentiële winkels doen mee in de actie. Ze zijn blij met de klandizie. Vanaf morgen mogen ze weliswaar weer open, maar alleen op afspraak. Het is anders, zeker. We hebben wel gezien in het verleden dat het voor ons werkt. Maar het liefst heb je natuurlijk de deur open. Maar wij zijn, ja, wat ik ook al aangaf, wij vinden het al heel fijn dat het kan. Ja, heerlijk. Dan zijn ze lui, iedereen is happy. Geweldig. Alle kleine aanbiedingen nemen we nog mee, ja. Zeker. In de middag zitten de terrassen bomvol en is het soms vechten om een plekje. Is het puur te zien als steun of dat je dit zelf ook nodig had? Beide. Ja, echt beide. We vinden het heerlijk om de horeca te kunnen steunen, maar we genieten er zelf natuurlijk ook heel erg van. Ja, gezellig. En weer eens, het ziet er allemaal gezellig goed overal, dus we zijn blij dat we weer even rood kunnen. Maar dit is eigenlijk sympathiebetuiging van heel veel mensen. Burgemeester Daan Pavot kijkt er met plezier naar. Hij heeft toestemming hiervoor gegeven, omdat het volgens hem om een demonstratie gaat. Ja, want eerder zijn we gewend met fakkels en vuurwerk en mondmaskers en bataclava's door de stad te trekken. Dit is een zeer vreedzaam demonstratie. Toch moet ook Prevot erkennen dat door de drukte de 1,5 meter afstand vaak niet wordt aangehouden. Nee, dat is de verantwoordelijkheid. Ik constateer dat ook. Dat is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. En die zijn volgens mij net op een andere plek, maar ik zal ze daar wijzen en bij de evaluatie neem ik dit mee. Mede door zijn medewerking is het signaal van de horeca duidelijk afgegeven. Nu is het afwachten wat er met het signaal gebeurt. Ja, daar zijn we inderdaad ook klaar mee met pizza's rondbrengen. Daarom zijn we weer in een restaurant begonnen. Gewoon om de mensen te gasten mogen ontvangen. In het gezellige Valkenburg, normale gezellige Valkenburg. En laten we hopen dat het snel wederkeert.